Herman Alendi is de nieuwe president-commissaris van de Staatsoliemaatschappij Suriname. Alendi vervangt samen met de leden Boepsing Willem Dwarkasing, Maya Debi Srihar Dubey en Leroy Jack de terugtredende leden Leo Brunswijk, Melissa Santokisina-Cheri, Harry Dorini en Naveen Ryan Nanan. Het besluit tot vervanging werd gisteren goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op het kabinet van de president. Zuid-Korea wil de relatie met Suriname versterken. Speciale vertegenwoordiger Jang Sung-min heeft gisteren in een meeting met president Santokki aangegeven dat Zuid-Korea wil helpen met technologische ontwikkelingen, agrocultuur en het bouwen van scholen en ziekenhuizen. President Santokki gaf aan dat Suriname veel te bieden heeft op het vlak van agrocultuur en visserij en sprak de hoop uit dat Zuid-Koreaanse bedrijven hier zouden willen investeren en samenwerken met lokale bedrijven. En minister Amer Ramadin van Volksgezondheid heeft tijdens de vierde International Convention, welke zich momenteel in Havana, Cuba voltrekt, een bilateraal onderhoud gehad met zijn Cubaanse collega José Miranda. Het onderhoud had als voornaamste doel de bilaterale relatie op het gebied van de gezondheidszorg te versterken en verder uit te breiden. Met betrekking tot de achterstallige schuld voor verlening van Cubaanse medische diensten en de betaling van collegegelden voor Surinaamse studenten is er besloten om deze middels een betalingsregeling na te komen.